achternaam allemaal. Zoals jullie weten, mijn naam is Pankaya. En aangezien jullie allemaal hadden gevraagd of ik een korte set wilde voordoen, zodat jullie thuis lekker 10 minuutjes iedere dag wat oefeningen kunnen doen, heb ik een aantal oefeningen voor jullie uitgezocht. En dat jullie gewoon lekker mee kunnen doen. En de eerste oefening die we gaan doen, dat is de butterfly. Dat is een hele fijne heupopener. En die gaan we doen voor 1 minuut. Je brengt de voeten tegen elkaar aan. Je zorgt dat de voetzolen tegen elkaar aan zijn. Je pakt je voetenbeet. Dan sluit je de ogen. En dan focus je hier op het derde oog. En je begint op en neer te bewegen met je knieën. Je ademt rustig in en uit door je neus. En begin maar. 1 minuut. Veel spanning ook op de heupen. Probeer met iedere uitademing de spanning wat los te laten. Adem dan diep in. Houd de adem even vast tot in. En ontspan. Dan gaan we naar de volgende oefening. De volgende oefening is de camel ride. En dat is een hele fijne oefening voor je onderrug. De flexibiliteit van je rug. Het is heel belangrijk omdat je, ja, hoe meer flexibel je ruggengraat is, hoe jonger je ook blijft voelen. En daarnaast is het ook een hele goede oefening om de kundalini-energie te stimuleren en wakker te maken. Ik ga hem even voordoen. Je pakt je scheenbenen beet. En je maakt een beweging van voor naar achteren. En als je naar voren gaat, dan adem je in. En naar achteren adem je uit. En je hoofd die blijft gewoon lekker ontspannen, alsof je een kopje op je hoofd hebt. Dus je ademt ook door je neus. Je ademt in en uit. En dat is de oefening. Deze oefening doen we voor 2 minuten. Ik doe natuurlijk weer met jullie mee. En focus daarbij op het derde oog, terwijl je je ogen gesloten hebt. En begin maar. Je kunt ook het tempo wat aanpassen als je voelt dat je rug wat stijf is nog. We zijn halverwege. Als je wil, kan je de oefening nog iets dynamischer maken. Thank you.
ook de mantra Sat Nam gebruiken. Bij de inademing denk je dan Sat en bij de uitademing Nam. En focus op het derde oog. Adem dan diep in de middelste positie. Hou de adem even vast. Kan de mula-banden even aantrekken. Dat wil zeggen dat je spieren van je anus, je bekkenbodemspier of pyreneum en je navel, die trek je in. En dan trek je de energie als het ware via de basis van je ruggengraat omhoog richting je schedel. En ontspan. Voel even na. En dan gaan we naar de volgende oefening. Deze oefening was vooral voor de basis en het midden van je ruggengraat. En de volgende oefening is voor de wat hogere gedeeltes van je ruggengraat. En het kan soms zijn als je deze oefening voor het eerst doet dat je er wat duizelig van wordt. Dan moet je gewoon het tempo wat rustiger aandoen, dan zijn je hersenen niet gewend om zoveel zuurstof te ontvangen. Dus je hoeft daar niet van te schrikken mocht dat gebeuren. Wat we gaan doen, de handen zijn in deze positie. We draaien zo meteen van links naar rechts. En als je links bent, dan adem je in en naar rechts adem je uit. Ook focus je weer op het derde oog. En de mantra Sat Nam kan je gebruiken bij het in- en uitademen. En we doen deze oefening ook voor 2 minuten. Ik zal hem eerst even laten zien. Dus naar links adem je in en naar rechts adem je uit. En laat je hoofd meegaan van links naar rechts. Dus dat is de oefening. Oké, en dan gaan we beginnen. Sluit maar de ogen, focus op het derde oog. En begin maar. Een soort van schroefbeweging. Naar de middelste positie en adem diep in. Houd de adem even vast, ontspan daarbij je schouders en trek weer de mula-banden aan. Stuur die energie naar boven. En ontspan. Voel even rustig na. Observeer je lichaam, fysiek en energetisch. Light Nerve Stretch. Dat vind ik ook een oefening die ik echt aanbeveel om iedere dag te doen.
Waarom is die zo belangrijk? Omdat hij je levenszenuw eigenlijk als het ware strekt. Daarom heet het ook light nerve stretch. Die zit hier aan de achterkant. En ook je lange rugspier. Maar daarnaast zal je ook aan de achterkant je hamstrings misschien goed kunnen voelen. Ik laat hem zien vanaf de zijkant. Je kunt de oefening altijd aanpassen naar gelang hoe ver je lichaam toelaat om te strekken. Het belangrijkste is dat je rug ontspannen is, maar wel recht. Dus dat je niet met alle kracht je rug krom gaat doen om maar met je neus bij je knie te komen. Je kunt je tenen beet pakken als je erbij kan. En dan druk je je tenen voor en achterkant, die druk je in en dat stimuleert ook je hypofyse. En als we dan naar beneden toe gaan, dan ademen we uit en omhoog ademen we in. Ik laat het even zien. De aanpassing die je zelf kan doen is dat je of je enkels pakt of daar waar je bij kan. Maar alsnog is het deze beweging. Wat is de beweging? Een soort van scharnierende beweging vanuit het heupgebied. Als het dan nog niet gaat, kun je altijd een klein ophoudingje van een dekentje opvouwen om je billen neerleggen of je knieën tot ietsje. Maar het heeft de voorkeur om je knieën gewoon recht te houden. Want het kan ook zijn dat het misschien maar zulke kleine bewegingen zijn. Goed, dan gaan we beginnen. We doen deze oefening ook 2 minuten. Sluit maar de ogen, kom in de positie, focus op het derde oog. En ook kan je weer Satnam gebruiken bij de in- en uitademing mentaal. En begin maar. Dan diep in. Hou de adem even vast. En kom dan met de uitademing met je neus richting je knieën. Je hoofd volgt als laatste. En daar blijven we een aantal uitademingen. En kom dan met een inademing rustig weer omhoog. Dan gaan we naar de laatste 2 oefeningen. Eén oefening die ook heel fijn is om als je nog kortere tijd hebt om alleen te doen, is de Ego Eradicator. Omdat die ook intensief werkt, sowieso vanwege de vuuraanhaling op je spijsverteringssysteem. Heel belangrijk iets waar we veel aandacht aan besteden. En ook omdat die werkt op de, het zenuwstelsel vooral. En wat je dus doet, je brengt de handen in deze positie. En dan zijn de vingers hier op dit gedeelte. Strek je armen goed door. Je focust op het derde oog. En dan beginnen we met de vuurademhaling. Ik zal de vuurademhaling nog even toelichten. De vuurademhaling, ik zal hem eerst voordoen alsof...
gerend. En kijk, wat er met de navel gebeurt, is dat je iedere uitademing gaat die navel iedere keer richting de ruggengraat. Dus je ademt uit. En dan doe je hem daarna met de tong in de mond, maar dan krachtig ga je uitademen door je neus, alsof er een vliegje in je neus zit. Dit kan het tempo zijn waarin je het in het begin doet. Dat zal misschien snel genoeg zijn, maar op een gegeven moment kom je in een wat krachtiger tempo. Dus doe dat in het begin ook in je eigen tempo. Dus dan ziet het er zo uit. Het is een hele reinigende ademhaling die heel veel energie geeft. En nog een heleboel andere effecten heeft op het lichaam. We gaan beginnen. Sluit maar de ogen. Focus op je derde oog. En neem jezelf voor om de armen 3 minuten omhoog te houden. Als je armen echt te zwaar worden, kun je altijd even dit doen. En dan doe je ze weer terug als het weer gaat. En dan gaan we beginnen. En begin maar. Uitademing trek je krachtig je navel in. Uitademing komt vanzelf. Adem dan diep in. Houd de adem vast. Zet de duimen boven je hoofd tegen elkaar. Terwijl je de adem vasthoudt, trek je de mudra-banden aan. En dan adem je uit. Dan doe je langzaam je armen naar beneden. En dan stel je jezelf voor dat je alle negativiteit uit je aura veegt, als het ware. En dat je het teruggeeft aan de aarde. Voel ook even iets na, observeer.
Eigenlijk is de volgende oefening bijna, zou je kunnen zeggen, de meest krachtige oefening die er is om de kundalini-energie wakker te maken. Eigenlijk is het een kriya op zichzelf. Je kan deze ook alleen doen. Je kunt dan beginnen met 3 minuten en opbouwen naar 11 minuten. En op een gegeven moment naar 31 minuten per dag. En er zijn eigenlijk bladzijden over volgeschreven van wat dit allemaal voor voordelen heeft om te doen. Ik ga uitleggen wat de techniek is. We gaan in de rotshouding plaatsnemen. Als dat echt niet gaat, kun je ook in de kleermaker zitten, maar het heeft officieel hoort in deze positie. We gaan de handen in deze mudra brengen. En dat wil zeggen dat de mannen, die hebben hun rechterduim boven en de vrouwen hebben hun linkerduim boven. Het heeft te maken met de mannelijke en de vrouwelijke energie. Je brengt de armen omhoog. De armen hugging de ears. En dan gaan we de mantra Satnam chanten. En bij iedere sat trek je krachtig je navel aan. Ik laat het even zien. Dus het is dit. Satnam. 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 Dus bij iedere sat trek je die navel aan. En bij naam ontspan je de buik weer. En dat is wat we doen. Rug is recht. Buik is op de, het hoofd is ietsje ingetrokken, zodat alles goed op één lijn komt. En dan gaan we beginnen. We doen de oefening voor 3 minuten en je zal ook wel merken dat de ademhaling die regelt zich vanzelf. Sluit maar de ogen. En dan gaan we beginnen. Adem in. Zat, na, zat, na, zat. Nou, focus op het derde oog. Zat, naam, 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 zat, zat, naam. Zat, naam, 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 zat, zat, naam, 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 zat, zat, naam, 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 zat, zat, naam, 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 zat, zat, naam, 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 zat, zat, naam, 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 zat, zat, naam, 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 zat. Adem dan diep in. Hou de adem vast, trek de mudra-banden aan. Stuur die energie omhoog.
Dan adem je helemaal uit. Zorg ervoor dat je je navel naar je ruggengraat toe brengt. Hou vast en trek de moenabanden aan. Adem in. Hou de adem vast en trek de laatste keer nog een keer de moenabanden aan. En relax. Voel even rustig na. En dat waren de oefeningen die ik op een rijtje heb gezet voor jullie, zodat je best iedere dag misschien 10 tot 15 minuutjes vrij kan maken om dat voor jezelf te doen. Shine upon.